Wist je dat op de drukste dag op Schiphol er net zoveel reizigers zijn als inwoners van de stad van Groningen? Namelijk zo'n 190.000. Deze zomer wordt het ook weer heel druk op Schiphol. Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, namelijk Central Security en er wordt ook nog steeds verbouwd. Het eerste wat je doet als je op Schiphol komt, is natuurlijk inchecken. Dat kan bij een incheckbalie of bij een automaat. Maar het is natuurlijk nog makkelijker om thuis online in te checken. Menig luchtvaartmaatschappij biedt die mogelijkheid. Vervolgens geef je bagage af bij de luchtvaartmaatschappij. Soms kun je het ook zelf doen, bij de baggage drop-off. Zorg wel dat je bagage voldoet aan de regels van de luchtvaartmaatschappij. Sinds 3 juni hebben wij centrale security. Wat een verbetering. Vanaf nu is het proces een stuk comfortabeler. Na de securitycontrole kom je aan bij de paspoortcontrole. Zorg dat je je paspoort checkt op geldigheid voordat je vertrekt. Zoals je ziet en hoort, zijn de verbouwingswerkzaamheden nog niet helemaal klaar. Daarom kun je als reiziger soms wat overlast ervaren. Eenmaal in de lounge aangekomen, kan je lekker shoppen. Of je kan lekker genieten van een kopje koffie voordat je gaat boarden. Zorg wel dat je tijdig aanwezig bent bij de gate, want zo verloopt het boardingproces het soepelst. En nu op reis. We wensen je een fijne, maar vooral veilige reis toe. Tot ziens op Schiphol!